Meneer Klapwijk, u bent eigenaar van deze dierenwinkel. Wat heeft u meegekregen? Nou, we zitten hier dan een klein jaartje. En van de overkant van de winkel hebben we compleet geen last. Omdat ze natuurlijk 's morgens tussen 8 en 9 aankomen en 's avonds om 6 uur vertrekken. Wat me wel opviel is dat mijn bussen stond hier geparkeerd voor de deur. En dan kwamen de mensen vragen of ik hem ergens anders wilde zetten. Want ze hadden er last van. Dus klagers vind je overal, eigenlijk. U bent dus eigenlijk van mening dat dat in dit geval een beetje overtrokken is allemaal? Wat ik meekrijg en wat ik hier zie overdag, is dat overtrokken. Maar wat er 's avonds gebeurt, dat weet ik natuurlijk niet. Nee, want het verhaal gaat dat er wapens waren aangetroffen. Bent u met dat verhaal op de hoogte? Nee, daar weet ik niets vanaf. Ik weet alleen dat de eigenaar en zijn personeel zeer voorkomende mensen zijn. Altijd beleefd, altijd vriendelijk. Of je nou in de winkel tegenkomt of op straat, altijd hallo buurman en een hand en dergelijke. En voor de rest heb ik daarvan niks meegekregen dat er iets voorradig was. Meneer Tofek, u bent eigenaar van Supermarkt Het Westen. Yes. Er is nogal wat te doen geweest in het nieuws over de winkel. Wat is uw verhaal? Nou, mijn verhaal is sinds 2018 ben ik hier. En er is hoop veranderd in deze winkel. Daarvoor wat er gebeurd is, van eigen historie, met de oude eigenaar meegenomen. Maar er is altijd dat er wat dingen achterblijven, dat je het niet van weet. Wat er hier veranderd is, al de buren, al die mensen zijn getuigen van. En ze hebben ook zelfs handtekeningen voor me geplaatst op een papier dat ik van 10 uur tot 12 uur mag langer blijven. Dus sindsdien, de hele buurt is netjes ondergehouden. Wat ik kon doen, heb ik mijn best gedaan. Qua schoonmaken, lief zijn, betere service en mensen helpen die hier in de buurt zijn. Maar wat er gisteren gebeurde is blijkbaar wat het overgebleven is van de vorige eigenaar. Of ja, hoe is het daar beland? Misschien van het personeel die echt niet veilig voelde. Want 2,5 maanden terug, ben weer overgevallen. Een paar keer hebben wij dat meegekregen dat het wel actie onderweg is. Hoe van mensen die hier regelmatig komen. En wij hebben wel van veel mensen gehoord, oké, jullie moeten beter opletten. Dus vandaar, dat was ook de reden dat wij heel vaak s'avonds met z'n drieën waren. Ja. Maar wat er gisteravond gebeurd is, is gewoon controle, normale controle, gemeente heeft gedaan. Blijkbaar dat gevonden, maar niks illegaals. Waar ze op zoek naar waren, hebben ze niet kunnen vinden. Omdat ik niet verkoop. En daar gebruik ik ook, maak ik geen gebruik van. Dus de beschuldigingen van verbovende wapens, dat kunt u zich totaal niet in vinden? Nee, wapen is oké. Het is wel hier wat gevonden. Dat kunnen ze wel noemen als wapen. Maar ik heb zoiets van wapen, het is gewoon een mes. Oké, tweede kanten, die mag je wel thuis gebruiken, maar niet. En ik heb zoiets van 2 maanden terug ben ik overgevallen. Als het toen nodig was, had ik hem gebruikt. Maar blijkbaar, wij wisten niet eens dat het daar was. En ik heb wel nog de videobeelden van de overval. En hoe is het gebeurd? Wij hebben gewoon actie ondernomen. En het is gewoon met lege handen zijn die mensen weggaan. 2 dagen daarna, politie is hier gekomen, alles nagevraagd, hoe is het lopen. En ik heb gewoon een hele grote bel van de politie gekregen, aardige mensen, contactnummer en alles aangeven wanneer het nodig was. Of wat het nodig is, moet ik gelijk met hun contact opnemen. Dus we kunnen ook wel zeggen dat u eigenlijk onder deze beschuldigingen wel wat imagoschade zou kunnen leiden. Ja, ik kan best wel zeggen, maar het is wel in mijn winkel gevonden. Dus ik ben niet tegen wettelijke dingen. Maar het is wel hier gevonden. Ik kan nu niet zeggen, ook wat ik dan ook zeg. Oké, is niet van mij, dat. Niemand gelooft. Het is daar gevonden. En vanaf deze deur, als je naar binnen gaat, ben ik verantwoordelijk voor. Als je het buiten was, niet. U ervaart ook geen gevoel van onveiligheid op straat of incidenten waarvan u denkt, nou, wat is dit? Nee, ik weet alleen dat hij een keertje kwam waarschuwen dat hier in de buurt dan iemand liep. 2 prikje verder. Hij dacht dat hij ons in de gaten hield voor een overval. Kon hij me waarschuwen. Dus ik denk niet dat een foute boer is met hem. U bent nu een tijdje dicht. Ja. Wanneer is er weer zicht op dat u weer open zou kunnen? Hopelijk zo snel mogelijk. Want het is niet iets dat ik echt iets gewelddadigs gedaan. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk open ga. En ja, verder, alles was in orde geweest.
bewijs van 18 februari zijn ze hier ter controle ook geweest of ik sigaretten aan minderjarigen verkoop of niet. En ik heb zelf sticker gekregen dat ik dat helemaal niet doe. Ik doe wel voldoende aan de regels en ook aan de eisen van de gemeente. Maar ja, met zoiets vind ik ook niet kunnen om voor 14 dagen, zoals ze zeggen, dicht te gaan. Dus wij kunnen nu snel weer achter de toonbank verwachten? Ik hoop het van wel. Ik hoop het.